Hallo en leuk dat je kijkt. Dit is het Max Urbanjournaal waar we partijen analyseren of partijfragmenten analyseren uit de KNSB en de promotieklassen. En laten we beginnen met een wedstrijd uit Max Ur 4. En wel het fragment die ik toegezonden kreeg van Kees Doevelaar. Hij was hier wit. En beide spelers zijn in tijdnood en hij speelde hier paard F5. Dat was een sterke zet. Een offer. Maar hij krijgt daar een hele sterke aanval voor terug. En er gebeurde eenmaal F5. Een loper D5 schaak. Koning ging opzij. En ja, nu gebeurde wat er wel vaker gebeurt in tijdnood. Een mindere zet. Kees speelt hier paard G3. En ik heb altijd geleerd, je moet alleen maar terugspelen als het echt niet anders kan. Ja, zo makkelijk is het natuurlijk niet. Maar in dit geval werd ook opgemerkt, onder andere door Albert Vasser, paard F6, sterke zet. Misschien vertrouwde Kees dit niet vanwege paard F6 en dan als je nu pion slaat, terugslaat, dan is inderdaad, kan zwart het een beetje bij elkaar houden. Echter heeft hier een hele mooie tussenzet, een dame D6, waarna wit een vernietigende aanval krijgt. Dus Kees was dicht bij de winst. Maar helaas, hij speelde paard G3 en het liep verkeerd af. We gaan even kijken naar het volgende fragment. Het komt van Thijs Abels. En we springen al hier. En het is al hier min of meer al beslist. Thijs was zwart. En voert hier een hele mooie manoeuvre uit. Volgens mij staat hij al een pion voor als ik goed geteld heb. Ja, hij staat al een pion voor. En die C-pion is ook een aanvalsdoel. En we gaan kijken wat Thijs nu doet. Hij speelt hier paard D6, hij speelt nu terug. We zagen net in de fragment van Kees dat het niet goed was. Maar in dit geval, ja, hij valt meteen natuurlijk die C-pion aan. En het paard gaat naar hele mooie velden springen, zoals we zullen zien. Wit speelt toren D1. En Thijs speelt paard E4, valt die toren natuurlijk aan op G5 en tegelijkertijd die pion op C3, toren G4 en ja, Thijs pakt gewoon die pion natuurlijk, toren D2, toren FD8, H4, ja, de stelling is natuurlijk nu al overweldigend goed voor zwart. Maar Thijs maakt er nu een heel snel een einde aan. Een hele mooie zet. Thijs speelt hier met zwart H5. Juist, ja. En die toren staat nu een beetje, ja, waar moet hij naartoe? Als hij naar G3 gaat, ja, dan krijg je paard E4. Met een dubbele aanval. Niet aantrekkelijk. Dus dat gebeurde ook niet. Gaat hij naar F4. Dan krijg je pion E5. Dat ziet er ook niet fijn uit. Dus ja, in paniek waarschijnlijk speelde wit paard E6. Nou, Thijs pakte gewoon dat stuk. We hebben nog even torens gereld. En naar toren G5, toren D5. Geloofde wit het verder wel, want ja, torenrel is nu onvermijdelijk. En Thijs is goed bezig, want die heeft zijn beide partijen extern gewonnen. Dus die is hot, zoals we kunnen zeggen. En wat betekent dat voor de stand? Want die heb ik natuurlijk wel bij me. Ja, helaas was Thijs de enige die zijn wedstrijd won. En ja, daardoor werd een nipte een nederlaag. Max Ur 4. Staat nog wel in de top van het klassement. Mooie derde plaats nog. Dus die staan er nog
heel mooi voor. En dan gaan we nu naar Max 3. Ik heb er helaas maar één fragment en wel van mijzelf. Een negatieve hoofdrol. Waar heb ik hem erbij? Even kijken. Dan moet ik even op het goede knopje drukken, anders zien jullie niks. Dit was hem. Ja, hier heb ik hem. Ik was hier wit. En mijn tegenstander speelde hier een zet. En ik had... Mijn tegenstander speelde best wel goed eigenlijk. Maar ik had hier toch een kans op een remise te maken. Want zwart speelde namelijk koning F5. En ik probeerde koning F2. Maar dat... Ik werd er een beetje uitgemanoeuvreerd. Ik had hier een hele goede kans op remise. Ja, iedereen op mijn bord zag het natuurlijk. En ja, geef je mij zo'n diagram. Dan zal ik het ook binnen 5 seconden zien. Misschien nog wel sneller. Ja, de beste zet is natuurlijk hier G4. Schaak. En als zwart pakt, dan speel je koning G3. Koning moet weg, F6. En dit is een totaal remise stelling. Helaas speelde ik dat niet en verloor de partij. Dus wel een grote kans gemist op remise. En wat betekent dat voor de stand? Want voor de rest heb ik helaas geen partij binnengekregen. En dat zal ik al in dit knopje laten zien. Dus we staan op een 9e plaats met Max Euwe 3. Want we verloren de wedstrijd tegen SNB. 3 tegen 5. Dit is best wel jammer, want... Volgens mij hadden we wel goede kansen om tegen deze club een positieve score te halen. Maar het lukte helaas niet. En dan kunnen we gelijk door naar Max Euwe 2, want daar heb ik ook geen partijen van. Dus het is een vrij kort journaal deze keer. Max Euwe 2 heeft gewonnen, dus dat was wel alle reden om iets te vieren, zullen we maar zeggen. Max Euwe 2 won 4,5, 3,5 tegen... HSP Veendam. En staat daarmee met een hele grote groep op de tweede plek. Hè. Dan gaan we nu door naar Max Euwe 1. Daar hebben we twee fragmenten van. En we beginnen met een fragment van eindstand van een partij van Frank Kroesen. En ik zal even deze knop drukken. Hier doen we mijn fragment nog even. Waar hebben we Frank? Ja, hier hebben we hem. En we gaan meteen naar de eindstand. Hij won in kwaliteit en hij kon afwikkelen naar een heel gunstig eindspel. En de laatste zet is F maal E5. En zwart geeft hij op, want het zit in een soort van zetdwang. Wit een pion meer, dat is dus waarschijnlijk deze pion. De pijl weghalen. En ja, zwart kan volgens mij, als ik het zo kan inschatten, niet veel doen tegen de koningsmanoeuvre in F6. Het doet me een beetje denken aan de koningsmanoeuvre van Nigel Shore tegen Jan Timman. Maar dan met minder stukken op het bord natuurlijk, hè. Spreken we zicht. Ja, en zwart kan hier eigenlijk niks tegen doen. En dit kan gewoon zijn stelling verbeteren. Misschien kan hij ook naar B6 lopen met zijn koning. Misschien is dat ook goed, ik weet het niet. Maar zwart geloofde het hier veel. En die gaf terecht op trouwens. Het is dus inderdaad niet meer te keepen. Dan gaan we nu naar een schitterende partij van Hans Plasman. En onze SBO-kampioen. Hè? Die speelde hier een prachtige partij. Hans was wit. Ja, het gaat een beetje ver om overal diep op in te gaan, maar ja, vanaf hier begint het vuurwerk echt. Lopen G5. Pent het paard natuurlijk, maar er staat hier een pionnetje twee keer aangevallen en één keer verdedigd. En zwart gaat daarop in. Die pakt gewoon die pion. En nu komt weer een hele mooie zet van Hans. Ja, of was het een blunder? Zou hij het niet gezien hebben? Nou, denk ik niet. F4. Laat een paardvorkje toe hier op E3.
Maar de witte aanval is zodanig sterk dat zwart heeft bijna geen tijd om zich goed te verdedigen. Hoe pakt de zwart het aan? Loper c5, schaak, de koning gaat dan even in de hoek. En nu komt het paard op e3 terecht. En naast een pion valt dus ook nog een kwaliteit. Maar Hans trekt zich daar niks van aan. Dame f3. Ja, je ziet ook dat sommige stukken van zwart doen nog totaal niet mee. En de koning staat ook nog een beetje in... nou, niet in het midden, maar ook niet heel veilig. Wat speelde zwart hier? Die speelde e4. Probeerde de boel een beetje gesloten te houden. Kan ik goed begrijpen. Nou ja, dan gaat Hans natuurlijk niet meewerken. D-maal e4. En zwart probeert verder de stelling gesloten te houden, want ik zal even laten zien wat hij speelt. Hij speelt d4. Hij vertrouwde dit natuurlijk niet, d-maal e4, want er komt er nog een stuk in de aanval. En dat is inderdaad niet aantrekkelijk voor zwart. Dus d4. Nou, Hans laat er ook geen gras over groeien. Pats e5. D-maal c3, e-maal f6. Ja, dat dreigt natuurlijk een vernietigend aftrekschaakje, aftrekaanval. Dus zwart speelde g6. Waarop Hans lopermaal g6 speelde. H-maal g6, paardmaal g6, schaak. En nu... nu vallen wij iets aan met wit. Koning en toren. Koning F7. Maar die ook, wordt niet gepakt. Beide spelers hebben geen tijd om de toren te pakken. Dat is grappig. Paard E5, schaak. Koning F8. En ja, ik vind dit de mooiste zet van de partij. Nou, we hebben al een paar hele mooie zetten gezien. F4 is een hele mooie zet. Maar ik vind dit ook wel een hele mooie. Toren van A naar D1. Dat is toch ongelooflijk. Hij zet hem op een plek waar zowel de paard als de dame de toren kunnen pakken. Nou goed, de dame is misschien niet zo'n beste idee. Maar die staan in ieder geval twee stukken op D1 te kijken. En zwart vertrouwde voor gemeten. Gaat weg met de dame. Gaat naar E8. De dame gaat naar G3. Paard F5 valt de dame aan. Dame maal C3. Loper B6. En ja, nu komt het slotstuk van de partij. F7 schaak. Dame moet weg. Dame B6. Paard gaat weer terug naar zijn mooie plekje op G6. Paard G6 schaak. Koning F7. En nog steeds pakken we niet de toren, want... Hans speelt dame F6 en het gaat spoedig mat. Een geweldige partij van Hans, mag ik wel zeggen. En daarmee zijn we aan het einde gekomen. Maar ik laat nog even de stand zien. En niet vergeten. Juist, de stand. Van Max Euwe 1. Ik heb de pagina niet zo handig ingedeeld. Maar gelukkig staat Max Euwe op de tweede plek. Zodat we de onderste... van de competitie niet hoeven te zien. En je ziet een hele mooie overwinning tegen Groningen combinatie, waar toch van tevoren een klein beetje schrik in de benen. Daar werd voor gevreesd eigenlijk, want in het verleden zijn er wel eens dure nederlagen tegen deze club geleden. Maar in dit geval een 5-3 overwinning. En Max Euwe staat samen met Sopswebs aan de leiding. Tot zover dit Max Euwe Journaal. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.